kunstenaars naar NRE-terrein. Nune roept minister te hulp voor A270. En Wereldvoedseldag op de Rooipannen. Jonge Eindhovense kunstenaars en ontwerpers verhuizen deze week naar het leegstaande NRE-gebouw aan de Nachtegaallaan. Op die manier proberen ze ervoor te zorgen dat er weer een beetje leven in het pand en op het terrein komt. Het is een ontzettend mooie locatie, midden in de stad. Maar het is ook een beetje vanuit noodzaak ontstaan. We waren ontzettend hard op zoek naar een plek waar we samen met Atelier Dorp en Kelderman en Van Noord naartoe konden gaan. En dan ga je op zoek naar 1000 mogelijkheden. Wat kan wel, wat kan niet? En gelukkig hebben we deze gevonden. De ontwerpers zaten eerst in een gebouw aan de Vondelweg en in een pand in Moensel, maar ze moesten verhuizen. En even leek het erop dat er nog geen vervangende ruimte voor ze zou zijn. Maar toen kwam het pand aan de Nachtegaallaan in beeld. Met ook nog eens genoeg ruimte voor ateliers en een expositieruimte. We bevinden ons op de tweede verdieping van het meer industriële gedeelte, waar hoofdzakelijk de ateliers komen. Op de plek waar we nu staan komen een aantal schilders. Wat heel mooi is met het daglicht. De zon die gaat hier over, dus je hebt gewoon volledig daglicht de hele dag. Voor nu hebben we, voor de rest van deze verdieping, hebben we nog niet de plekken gedefinieerd. En gaan we kijken hoe we het gaan indelen. Stichting Ruimte heeft het gebouw van NRE geregeld. Het pand stond al een paar jaar leeg en dus was het een goede optie voor de kunstenaars. Wat wij nu vooral doen is begeleiden met de inhuizing en de indeling. We maken afspraken over het gebruik, technische zaken, van alles, gebruiksvergunningen. Alles wat nodig is om het te laten functioneren, daar helpen we een handje bij. En voor de rest is het aan de mensen zelf om te ontplooien. Wij faciliteren natuurlijk de ruimte. De gemeente die blijft eigendom van dit pand? Het pand, dit is gebouw nummer 2, de andere gebouwen op het terrein, die blijven in eigendom van de gemeente Eindhoven. Nu de laatste spullen naar het pand op de Nachtegaal zijn verhuisd, kunnen de ontwerpers aan de slag. Tijdens de Design Week gaan ze nog niet open, maar ze hopen snel daarna iets te kunnen organiseren.